Oh, je nobel wordt lijp. Je nobel wordt helemaal lijp. Hoofdpijn, denk ik? Oké, hij heeft nu ook van die rode ogen. Yunobo heeft ons bovenop de vuurberg gebracht. Dit is volgens mij waar we moeten zijn voor de volgende tempel. En als jij net zo geniet als ik van deze serie, knal duimpjes omhoog. Je weet hoe het moet. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Dus even kijken wat hier allemaal gaande is. Wat is dit helemaal voor plekken, joh? Volgens mij was het hier in de buurt. Ah. Zelda was hier ergens. Oh. Maar, waarom zou Zelda hem zo'n masker geven die niet goed is? Hij kan zich niks meer herinneren wat er daarna gebeurd is. Maar waarom zou Zelda jou zo'n masker geven? Oké, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Staat de vulkaan op uitbarsten? Daar is Zelda weer. Ja, maar dit is Zelda niet. Dat geloof ik helemaal niks van. Zelda zou daar nooit zomaar inlopen. Dit is een of andere spookbeeld ding van Zelda. Of iemand die een andere identiteit heeft aangenomen. Maar wat gebeurt er, jongen? Zieke vulkaanuitbarsting. Wat is dit? Wow. Okay. Oh my gosh. Het gaat nog verder. Wow. Wat is dit voor gekke lava monster? Heel cool. Oh, er komen er meer. Er komen er zelfs 3 uit deze berg zetten. Moragia, monster in de berg des doodkrater. Krater. Wat krijgen we nou? Wat is er uit die krater gekomen, Goro? Nou, dan vraag ik me ook af. Wat zijn dit voor dingen? Zijn dat rode steenmonsters? En ook meteen 3... Nee, wacht. Zijn dat de koppen van het monster? Waar komt zoiets groots nou vandaan, Goro? Ik heb nog nooit gehoord dat er zoiets in de berg dat doods leeft, Goro. Als het dan monster niet snel uitschakelen, komt Prinses Zelda in de problemen. Maar mijn rolaanval komt niet zo ver. Wat moeten we doen? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik denk dat we moeten klimmen. Holy moly. Wat is dit? Of misschien moeten ze uit de berg donderen. Misschien kan ik gewoon tegen de berg aanknallen. Nou ja, of we moeten... Oh, dit is ondraaglijk heet. Ik kan daar niet op. Misschien moeten we vliegen. Er is hier zo'n vliegmachientje. Maar ik weet niet of deze omhoog kan vliegen, joh. Oké, dan ga ik gewoon recht vooruit, denk ik. Volgens mij kan ik hier niet mee omhoog vliegen. Oké, wat gebeurt er als ik dit aanzet? Nee, zie je? Nee, dat lukt niet. Oké. Kan ik wel op deze stenen klimmen? Ja. Oké, dit kan wel. Oké. Nou, dan gaan we proberen via deze stenen naar boven te gaan. Nee. Zo dan. Auw! Hoe kom ik hier ooit boven? Hier zijn nog meer vliegmachines. Ja, die liggen hier ook niet voor niks. Ik denk dat ik toch wel met die vliegmachines moet. Oké, we zetten hem aan. We gaan hem besturen. Kijk. Oh ja, kijk, we kunnen gewoon zo omhoog vliegen. Hij heeft 4 motoren en van die turbines. Oh! Let's go. Kom eraan, Moragia. Ik kom eraan. Kan je... Oh, wow, zij komen er ook aan. Kan ik hem al raken, denk je? Nu wel. Nu kunnen we hem raken. Oh nee, ik moet naar beneden. Raak hem. Boom. Lekker. Hell yeah. Wat een baas die Yunobo. Oké, daar is de volgende. Ik ga er gewoon zo langs. Dan denk ik dat hij me niet raakt. Hij raakt mij wel. Hij raakt mij heel hard. Ze schieten wel goed, moet ik zeggen. Oké, komen we. Hier komen we. Come on! Nummertje 2! Bam! Daar is nummertje 3! Let's go! Oké, we moeten wel even uitwijken. Oh my god, hij gaat helemaal los! Pak hem! Yeah! Dit was zo vet! Is dit het al? Maar nu gaat waarschijnlijk gewoon een tempel open of zo, toch? Of zijn we nu gewoon klaar? Oh my gosh, alles stort in! En wat gebeurt er? Daar gaan we! Ja, ik denk dat ik hier naar binnen moet. Ik denk dat wij hier in de krater moeten afdalen. Woe! Yunobo zegt het was niet makkelijk. Maar we hebben het monster verslagen. Wat was dat voor beest? Ja, het was een of andere driekoppige gekke draken, joh. Ik dacht dat Prinses Zelda hier ergens was verdwenen. Ja, zou ze daar beneden zijn? Yunobo denkt dat ze hierin gevallen is. Dat zou heel slecht zijn, Goro. We moeten snel achter Prinses Zelda aangaan. Oké, is goed. Yo, ik zie je zo. Yunobo en Zelda zijn wel matties. Oh my gosh, kijk dit dan. Waar gaan we dan helemaal naartoe? Dit is echt mega diep. En ik ga hier gewoon in. Gewoon scheid. We hebben iets ontdekt. Schat,
des bergen, in de berg des doods. Doe maar heel even dit aan. Zo, ja. Ik kan niks meer zien. Ik kan niks meer zien. Waar zijn we? Dit is echt vet donker hier. Dit is echt heel donker. Niet op de lava vallen. Oké, go, 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 go. Jeetje, wat is dit een diepe vulkaan? Ik ging bijna tegen de rand. Wat is hier beneden? Wat is dit allemaal? Zijn we nu in de Netherworld? Is dat wat het is? Ik denk het. Want hier is zo'n boom. Ja, we zijn in de dieptes. Ja, volgens mij heet het geen Netherworld hier in deze game. Oeh, oké. Let's go, Link. Ik dacht, we gaan gewoon nu een tempel in of zo. Maar nee, we gaan gewoon onder de grond. Heel diep de vulkaan in. Let's go. Yo, maar ik heb nu echt geen idee waar ik naartoe moet. Oh, hier. Hier is mijn mattie. Yunobo zegt het is deze kant op. Welke kant, Yunobo? Waar gaan we naartoe dan? Wie had gedacht dat het er zo zou uitzien onder de berg des doods? Moet je zien, Goro, het pelt hier uit van de rode rotsen. Zou Prinses Zelda nou echt op plek met zoveel steenbouten zijn? Nou, hij gelooft het zelf ook niet. Maar kijk, ja, hier is wel weer dat geluidje, hè? We worden wel weer ergens naartoe getrokken. Oh, ja, kijk. Daar is een stem die spreekt. Die zegt, kom, ja, we gaan dus wel naar een tempel. Oh my god. Zo vet! Zo cool! Yunobo zegt, je hoorde het toch ook, Link? Ik dacht dat iemand me bij zich riep. Eens even zien. Ik denk dat ik dat daar vandaan hoorde komen. Zou het iets met Zelda te maken hebben? Laten we er gauw heen gaan om het uit te zoeken. Oké, we gaan, Yunobo. Daar naar boven dus, oké. En natuurlijk is Tulin er ook nog bij. Alhoewel de geest van Tulin natuurlijk. Ja, ik ga gewoon daar naartoe springen. Of is dit ook te heet? Is dit niet slim? Dit is dat heet, hè? Of nee, dit kan wel. Oké, ja, hier kan ik gewoon op. Oké, cool. Hé, kijk daar, een kauwgomballenautomaat. Maar ik kan hem helemaal niet gebruiken. Ik weet niet hoe ik dit moet gebruiken. Ik dacht dat je gewoon hiervoor moest staan, dat je hem dan kon gebruiken, maar nope. Oké, moeten we die lichtjes volgen? Wat zijn dit voor gekke vlammetjes? Ik ga zo'n glimding schieten, dan kan ik een beetje zien wat het is. Zijn dit voor gekke... Dit zijn poes. Een gloeiende bol. Die je overal in het Nederrijk kunt vinden. Voelt niet warm aan. Het licht flikkert willekeurig. Verzamel ze en er gebeurt misschien wel iets goeds. Oh, oké. Ik ga ze verzamelen. Ik zag er nog veel meer namelijk. Daar. Er zijn vet veel van die dingen. Oh, hier is trouwens een ding waarmee we over het lava kunnen rijden waarschijnlijk. Kijk, nog meer. Wee! Oh, ik mis. Oh, pas op. Ik mis nog een keer. Misschien moet ik even proberen om raak te schieten. Nu schiet ik er overheen. Man, ik kan niet meer schieten, joh. Ga weg! Allemaal! Wegwezen! Ik wil niet, ik heb helemaal geen zin om te vechten met jou. Oké, ik kan hem blijkbaar niet raken. Yunobo! Help! Hoppakee, doe. Tulin, jij mag ook een windvlaag doen of zo. Ja, ik moet eigenlijk Yunobo hebben. Kom hier. Hier. Bam! Lekker! Oké, goed zo. Top gevecht dit. Oké, schieten. Ja, nice. Pak hem. Lekker! Au. Jongen, dat hadden we niet afgesproken, hè? We hadden niet afgesproken dat jij mij ook ging schieten opeens. Dat was geen deal. Dat was de deal niet. Wat doen jullie hier? Ga weg! Au! Nou, kom dan maar hier. Dan ga ik je wel gewoon slaan. Ook goed. Ja, deze gaan we wel even pakken, hoor. Even zo'n nanium pakken hier. Wat zijn dit allemaal voor gekke chappies, joh. Gekke kikkers. Ga eens weg, joh. Dit zijn gewoon zo'n nanium kikkers. En ze geven glimblaadjes. Oh, oké, top. In dat geval ga ik er dus even eentje afschieten, zo. Ik ben zo afgeleid. Ik wil gelijk al die poes pakken. Ik heb geen idee wat er gebeurt als we er heel veel hebben. Oh, wacht. Ik weet het misschien. Weet je nog, in het allereerste kamp. In het kamp waar Pura ook is. Daar was zo'n eeuwenoud beeldje in die kamer van Robbie. En die zei volgens mij elke keer... Boe. Ik denk dat we die dingen bij hem moeten inleveren dan. Oké, anyway. Zo, hoppakee. Nog een wieltje. Moeten nog één wiel hebben nu. Oh, kijk daar. En dan zetten we hem denk ik even hier neer. Dan kan ik hier naar de overkant of zo. Misschien moet ik hem even zo neerzetten. Let's go. Ja, dit was top. Anders zet je hem gewoon even een stukje zo hier. Ja, zo. Ja, heel goed, Rick. Oké, let's go. Oh, jongen, waar gaan we naartoe? Oh, ik heb een wieltje verkeerd omgezet. Oké, poging 2, let's go. Ja, oké. Het gaat denk ik goed. Even een glimbloemzaadje daar ergens planten. Ja, dat is wel aardig bergie. Oh, rustig. Ging die nou omhoog? Ik denk echt dat we hadden overleden als we daarop hadden blijven staan. We klimmen omhoog. En... Ja, dan kunnen we hier hopelijk even staan. Goed zo. Ik zie echt niks meer. Ja, we zijn nu aan de overkant. Oké, daar is een enemy camp. Oké, Po. Hoppakee. Nice. Ik heb wel echt veel van deze glimbloemzaadjes nodig, hoor. Want anders kan ik echt niet zien waar ik naartoe moest. Doen we er eentje daarboven. Zo.
Kon ik nou wel hier aan? Kan ik hier aan hangen? Ja, oké. Okay, we kunnen ook aan deze rotsblokken gewoon hangen. Oh, oh, wow, wow, wow. Wow, moeten we daar naartoe? Dat is echt mega vet. Ja, ik denk dat zij... Zij hebben sowieso een wapentje wat wij nodig hebben. Of ik bedoel, misschien geen wapentje, maar een karretje. Waarom is hij geel? Moet hij eerst geraakt worden door Yunobo of zo? Oh, ik ben wel echt heel veel al kwijt. Heel veel pijlen kwijt. Yunobo, waar ben je? Yunobo, jij moet die gele even pakken. Pak die gele, Yunobo. Kijk, ze komen achter me aan. Pak hem. Yunobo, geef me even je kracht anders. Of anders doe ik het gewoon zo. Oké, dit werkt niet. Ik heb denk ik misschien een ander wapen nodig of zo. Zou dat het zijn? Goed zo. Top. Dank je. Nog een keer. Lekker. Nu gaan we hem pakken. Nu is het klaar met hem. Oké dan. Laat even weten in de reacties als je een tip hebt om die guy met dat gele levensbalkje te verslaan. Ik weet namelijk niet zo goed hoe ik dat moet doen. Kijk, ik dacht dus, hier moet sowieso een karretje zijn. Want hier is namelijk ook zo'n spoor. Ja, ik denk dat ik wel gewoon kan lopen, joh. Ik heb dat karretje helemaal niet nodig. Kijk maar, we zijn er al bijna. Ja, ja. Ik denk dat we zo langzamerhand echt zijn aangekomen bij, inderdaad, de vuurtempel. In het vergane Gorondi. Of Gorondië. Oh, we zijn er. En die gaan we helemaal uitpluizen in de volgende video. Dus doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij die extra lange video. Mazzel.